Aan tafel is aangeschoven Mitch Seerden en Loekie Langenberg. Een mooi jong stel met veel ambities. En Mitch had ooit een grote droom als kind zijnde films maken. En we gaan eens even kijken of hem dat is gelukt. Tot nu toe. Welkom Mitch. Ja, welkom. Dankjewel. Mitch, als vierde kind in een gezin van vijf ben je opgegroeid in Asselt. Een mooi dorpje. Prachtig dorpje. En het jonge kind Mitch, wie was hij? Nou, druk. Heel druk, ja. In een druk gezin natuurlijk. In een druk gezin ook nog. Vijf kinderen. En dan, in een groot huis gelukkig wel. Dat we hadden allemaal een kamertje natuurlijk. Ja. Ja, ik was altijd heel ambitievol. Eigenlijk ging dat heel snel. Ja. In ons huis zijn er heel veel mensen die ondernemen, dus dat speelde ook wel mee. Maar ik leerde al heel snel een camera met Sinterklaas kennen. En eigenlijk vanaf die dag is dat niet meer gestopt. Was je verslaafd? Hoe oud was je toen? Ja. Ik was denk ik, geloof een jaar of 8, 7 al. Mm-hmm. En ik begon met de camera wat kleine filmpjes te maken. En eigenlijk met de jaren heen groeide dat steeds meer. Mm-hmm. Ging met school wat opdrachtfilmpjes maken. Ja. Ja, voordat ik het wist, dacht ik aan mijn eerste short film. En in één keer. Ja, dat heb je waargemaakt, ja. 2018. Ja. Bizar. Hoe ging dat dan? Want ik heb wat beelden gezien van de making-of, maar ik heb de film zelf niet kunnen vinden, helaas. Nee. Hoe kijk je daarop terug? Oh, ik vond het geweldig die tijd. Heel die opbouw. Ik begon met YouTube-filmpjes te maken, want YouTube werd in één keer een ding. Ja. Maar ik miste die aandacht daar een beetje in en ik wou graag een uitdaging. En toen kwam ik op het idee om een film te maken. Toen leerde ik ook vrienden op school wat vrienden kennen. Mm-hmm. Om daarmee te beginnen. Een scenario schrijven, noem maar op. Mm-hmm. Dus ik nog niet eens op een opleiding daarvoor. Ik wilde er echt mee aan de slag. En zo ging het opbouwen. Ja, echt wel. Verhalen vertellen. Geluid, licht. Ik vond het fantastisch. Mensen iets meegeven zonder dat je het hoeft te zeggen. Mm-hmm. Ja. En dat te verwerken in zo'n film. Dat pakte me gewoon heel erg. Mm-hmm. En toen? Zo ontstond eigenlijk de eerste film Stonebricks. Ja. Ja. En we hadden het niet verwacht, maar eigenlijk trok dat wel wat gasten aan. En toen dachten we, nou, we gaan een deel 2 maken. Mm. Daar waren we al gelijk mee bezig. Ja, en we hadden hier voor die tweede film, dat we daarmee bezig waren met zoveel lol, zoveel plezier, kwamen we er eigenlijk achter dat, voordat we het nog goed of wel wisten, hadden we 2 bioscoopzalen midden in corona uitverkocht. Mm-hmm. Nou, we vonden het, dat was voor ons echt een moment van, wow, oké, hier zit wel iets in, zeg maar. Dat is wel bijzonder. Het is een leuke opsteker, hè? Want je weet dan ook van mensen vinden het leuk. Ja. En niet omdat je ze persoonlijk kent, maar omdat je ook echt iets gemaakt hebt wat ertoe doet. Ja. En dan... Was jij toen al in beeld, Loekie? Ik ben trouwens Loekie Langenberg. Ik ben vriendin en medepartner inderdaad van Mijn Emotions. Het is een bedrijf dat jullie samen runnen. En ik ben bij Stonebricks 2 erbij gekomen. Juist. Als behind-the-scenes camera vrouw om daar wat beelden van te maken. Ik heb ook af en toe een scène mogen filmen om mm-hmm. mijn uitdaging en om heel veel te mogen leren binnen de audiovisuele sector. Ja. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En toen klikte het eigenlijk heel erg goed, ook binnen een team. Ik heb daar de regisseur leren kennen. We hadden daar ook wel een andere goede vriend van ons. Die was daar ook deels mee mede-productieleider. Mitch en Ezra Tissen, deden de productie leiden. En wij waren, Mitch en ik waren dan weer de technische kant aan het voorbereiden. Mm-hmm. Waardoor wij gewoon ons ding in deden. Maar de ambitie ging verder. Veel verder, ja. Veel verder. Ja. Zelfs tot in België. Ja, tot in België. Want jullie zijn zelfs verhuisd naar België dan. Ja, jullie zijn een jaar in België gewoond. In Vlaanderen, een mooie Antwerpen. Ja, we hadden altijd iets met de cultuur. We vonden het fantastisch. Heel anders. Heel warm, ook heel open, net als het mooie Limburg. En waren op dat moment de baan, ook helemaal het product... Ja. Veel te veel om te vertellen natuurlijk. Maar als je het kort samenvat. Als ik het kort samenzet. Ja, dat lukt me zeker. Ja. Nee, ik vond het echt fantastisch. We gingen naar België toe met insteek. En daar gaan we onze opleiding afronden. We wilden onze opleiding echt op een prachtige manier afronden. En in België kregen we de kans om stage te gaan lopen bij een van de grootste broadcastbedrijven die er is. En dat was bij NEP Belgium. En daar hebben we projecten gedaan zoals The Voice in Vlaanderen of de Champions League voetbal. We hebben echt grote producties gedraaid. En daar heb ik heel veel inzichten op gedaan. En die inzichten die heb ik eigenlijk weer terug meegenomen. Ja. Okay. En die stop ik nu ook weer in
ons bedrijf. Want toen kwam je weer terug naar Nederland. Ja, daarna, klopt. Met een hele grote rugzak een vol hele gevuld. Grote rugzak, ja. Ja, ja. En die heb je nog verder gevuld in Nederland. Wat heb je toen gedaan? In Nederland? Ja, eigenlijk toen we terugkwamen in Nederland. Toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van ik ga echt iets voor mezelf beginnen. Mm-hmm. Dat was al wel een borrelen. Maar wie was het zodanig zeker dat ik dat nu op grotere schaal ga doen. En mm-hmm. we waren al met mooie projecten bezig. Maar ik denk in de toekomst... En nu ook met het aantal vooruitzichten die we hebben, dat er... Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Wat gaan jullie doen? Wat zijn, want de ambitie is groot. En, ja, we hebben nu inmiddels al een nieuw filmscript klaar voor een nieuwe bioscoopfilm. Want jullie willen vooral focussen op fictie? Nee. Ik zag ook iets van een documentaire. Klopt, inderdaad. We hebben ook bij The Truth gedraaid. Daar hebben wij drie verhalen in die onder het daglicht waren, hebben we aan het licht gebracht, waardoor wij... Een kans gaven om een verhaal te kunnen doen. Dus dat zijn eigenlijk waargebeurde verhalen. En die hebben wij verfilmd met ondersteunende beeldmaterialen om het verhaal te versterken. Helder. En ja. nu willen we wel weer eens een keer iets met een wat fictie hier een verhaal doen. Dus we hebben een onderzoek gedaan, hebben een verhaal gevonden en die hebben we tot ons eigen kern gemaakt. Waardoor wij die productie op de planning hebben staan. Er staat nog veel meer op de planning. En wat kun je er iets meer over vertellen? Waar gaat het verhaal over? Mogen we een tipje van de sluier opleggen of moet het nog verborgen blijven? Nou, heeft er een moord plaatsgevonden. Ja. Een hele mysterieuze moord waar eigenlijk heel weinig over bekend is. Mm-hmm. En wij houden wel van een beetje mysterie. Heel veel mensen houden wel een beetje van mysterie. Zeker. En dat hebben we eigenlijk vertaald in geluid en beeld. Oké, mooi. Daar moet je inderdaad heel veel onderzoek voor doen. Heel veel onderzoek. Dat doe je niet zomaar. Ja. Is het ook een terugverwijzing naar jullie eerste film? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk een totaal ander genre eigenlijk. Mm-hmm. En ander verhaal. Het heeft gewoon weer een nieuwe frisse start eigenlijk. Want Stonebreaks, dat is voor ons echt een heel mooi afsluiten. Daar hebben we ook een documentaire over gemaakt van 5 Stonebreaks. Mm-hmm. En die heeft het hele mooie verhaal van Stonebreaks heel mooi afgesloten. Ja. Mooi. Ja, we zijn heel benieuwd. Dat is natuurlijk weer een grote productie. Ja. Verwachten we. Ja. Waar ga je het meeste filmen? In Roermond zelf? Of? In Roermond in Duitsland. Mm-hmm. Hebben wij een aantal locaties nu gevonden die echt goed passen bij de film die we gaan maken. Nou, we hebben ambities om een theatervoorstelling te gaan maken. Die staat ook nog op de planning. Mooi. Dan komen podcasten aan en dan komen er waarschijnlijk weer een aantal leuke films aan. Ja. Maar dat is zo ontzettend veel werk. Ja, het kost tijd, maar... Super gaaf. We gaan er iets moois van maken. Waar zien we ons staan over 10 jaar? Want dan nodigen we jullie misschien wel over een jaar, maar misschien over 5 jaar zitten we hier weer aan tafel. Waar zijn we dan? Wat is jullie droom? Nou, we hopen het netwerk flink uit te gaan breiden. Maar we hopen eigenlijk ook wel om toch wel een soort van eigen bedrijfspandje te kunnen huren of kopen. Hangt er vanaf hoe het natuurlijk naartoe leidt. Dat zouden wij ook echt enorm mooi vinden. Gaaf. Ja. Nou, mooi om met jullie even gesproken te hebben. Het is natuurlijk een heel mooi verhaal wat jullie hebben. Jullie hebben al zoveel meegemaakt, wat anderen alleen maar van kunnen dromen, waar je op terug kan kijken. Ja. En er zit nog heel veel in het vat voor jullie. Ja. Succes en dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linzen Veiligheid.